Ja, het aanhoudende gekerm, gebedel van jonge grote bonte spechten. Een geluid wat bijna niet te missen is als je hier wandelt over dat wandelpad. Ja, en dan is het gewoon even wachten hier aan de rand tot vader of moeder grote bonte specht langskomt om te voeren. Want die taak, die voeren ze beide uit. Naast de nestholte landt een mannetje bonte specht. En dat mannetje is goed herkenbaar aan de rode plek op zijn achterhoofd. En die heeft het vrouwtje niet. En dan is het heel even wachten en dan springt hij op de stam van de nestboom. En heel voorzichtig hipt hij omhoog, hop het nest in. En je hoort direct dat het geluid aanzwelt van de jonge spechten. Ze krijgen voedsel en er is wat te doen. Ja, daar is hij weer. Heel duidelijk, de kop naar buiten. Kijken of de omgeving veilig is. Want die jonge bonte spechten, die zitten daar nog wel een paar weken. Voordat ze echt uitvliegen. En tot die tijd komen vader en moeder af en aan vliegen met insecten. En nemen ze iedere keer, zodra ze het nest verlaten, iets mee, zodat die boomholte schoon blijft. Wel een bijzonder gezicht dat die specht deze boom heeft gekozen om te broeden. Hij staat echt aan de rand van het wandelpad. En je ziet het zaagsel op het pad liggen. Dus iedere wandelaar, ja, die zou dit moeten kunnen zien. En als je het al niet ziet, dan hoor je die jonge spechten wel. Want die zijn zo nadrukkelijk aanwezig. Ja, supermooi.